Welkom allemaal. Iedereen hier in de zaal, de mensen die nog zachtjes aan binnenkomen druppelen, welkom. Ga vooral lekker zitten. En ook zeker een heel warm welkom voor de mensen die live meekijken vanuit huis. Mijn naam is Hasna Elmaroudi en je kijkt naar alweer de 5e Doordenkenavond. Ik ben vanavond de gespreksleider en neem jullie vanavond mee in het gesprek. Recht op de Stad organiseert samen met R een reeks zogenoemde doordenkavonden. En die avonden die gaan over belangrijke kwesties die het woondossier beïnvloeden. Vandaag is het thema Good Corp, Bad Corp. En we gaan het hebben over de maatschappelijke taak van de corporaties. We hebben een ontzettend mooi programma voor jullie samengesteld en ontzettend veel in petto. En wat dat allemaal is, ga ik jullie straks uitgebreid vertellen. Maar voordat het zover is, wil ik eerst het woord geven aan André Ouwehand van Recht op de Stad voor een introductie. En daarna kom ik weer bij jullie terug. André. Good Corp, Bad Corp, de maatschappelijke taak van corporaties. Toen we een jaar geleden ongeveer met elkaar met Recht op de Stad begonnen om na te denken over een andere aanpak, over een ander woonbeleid, toen hebben we met elkaar een plan opgesteld. En in dat plan staat op een gegeven moment genoemd: woningcorporaties zijn de hoeksteen voor de huisvesting van huishoudens met lagere en middeninkomens, voor goed en sociaal beheer, actief onderhoud, verduurzaming en ook broodnodige nieuwbouw in de sociale en middensector op alle beschikbare en geschikte nieuwbouwlocaties. Kortom, nogal een mond vol. En wij verwachten, zou je kunnen zeggen, ook wel een beetje het hel van de woningcorporaties. Maar is dat nou eigenlijk zo logisch om dat hel van die corporaties te verwachten? Want die woningcorporaties die zijn de afgelopen jaren toch ook heel erg in discussie geweest. We hebben in Rotterdam kunnen merken dat de corporaties toch heel vaak de uitvoerders zijn van de woonvisie die we niet gelijk prettig vinden, waar we heel veel kritiek op hebben. Dat ze de uitvoerders zijn van het regioakkoord, dat ze slooppannen presenteerden aan bewoners van bovenaf naar beneden als iets wat moest van de stad en daar zelf niet zo tegen ingingen. Niet open waren in hun informatie naar bewoners. Dat ze de zeggenschap van bewoners niet zo erg serieus namen. En dat ondertussen de huren in veel situaties maar omhoog gingen. En daarmee corporaties ook een belangrijke bijdrage leverden aan de gentrificatie in de stad. En er waren vraagtekens ten aanzien van de leefbaarheid. De inzet van corporaties op de leefbaarheid en de maatschappelijke opgave. Kortom, wij denken wel of we willen wel graag dat die corporatie een hoeksteen is van dat nieuwe woonbeleid. Maar is dat in de praktijk ook zo? Nou, die positie van corporaties die staat dus ter discussie in het heden. Maar dat is in het verleden ook geweest. En dat is eigenlijk al vanaf het begin van de corporaties zo geweest. En dat heeft alles te maken met de positie van corporaties. Ik heb hier een wetenschappelijk verantwoorde driehoek in beeld gebracht. Het ontwerpje is van Peter Boelhouwer en daarin zie je bovenaan op de driehoek staan overheid, linksonder gemeenschap en de civil society, burgers en rechtsonder de markt. En daar lopen een paar lijnen doorheen van profit, non-profit, publiek en privaat en formeel en informeel. Mag ik de volgende? En als je nou kijkt naar waar zitten verschillende partijen, dan zie je eigenlijk, dan zie je dat die woningcorporaties een beetje in het midden van die driehoek zitten. Tussen overheid, gemeenschap en markt in. En dat ze non-profit zijn, maar ze zijn wel privaat. En ze zitten een beetje onder in, of tenminste in het midden van die driehoek. Je zou ook kunnen zeggen tussen drie vuren in zekere zin. Volgende. Het hele idee van de corporaties, dat stamt natuurlijk van ruim 100 jaar geleden, de woningwet. En toen is eigenlijk heel nadrukkelijk in Nederland gekozen voor dit corporatistische model. Die woningwet van 1901 die gaf het institutionele kader voor sociale huisvesting, voor toegelaten instellingen die werkzaam zijn uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting, dus geen winst nastreven. En ook geen winst uitkeren aan leden. En dat ze mogelijkheden kregen om financiële ondersteuning van het Rijk te krijgen.
En die corporaties zoals we die kennen uit de geschiedenis, die komen eigenlijk uit heel verschillende hoeken. Er waren initiatieven vanuit vakbonden, zowel de socialistische, de protestantse, Patrimonium, een heel belangrijk voorbeeld, als uit de Rooms-Katholieke hok. Sint-Jozef was vaak een corporatienaam. Maar ook gemeenten die gebruik maakten van die woningwet en notabelen die dat soort dingen oprichten en werkgevers en groepen ambtenaren. En ik laat daar een paar plaatjes van zien van Rotterdamse voorbeelden. Dit was het eerste complex van woningbouwvereniging Onze Woning, later opgegaan in Woonbron. Het eerste complex, dat was een initiatief van een aantal ambtenaren die met elkaar een bouwvereniging oprichten, dus heel kleinschalig. Volgende. Patrimoniumshof, een project wat op dit moment nog heftig in discussie is in de stad. Nu van Vestia, maar in dat tijd van bouwvereniging Patrimonium. Patrimonium, dat is het protestants-christelijke vakliedenverbond Patrimonium. Vreewijk, een initiatief eigenlijk meer vanuit de, de gegoede burgerij, de notabelen in de stad. Die hebben in dat tijd Van der Mandelen, die heeft dat geïnitieerd, de Maatschappij voor Volkshuisvesting Vreewijk opgezet. Nou, later gefuseerd naar Havensteder. En ik geloof dat dat, dan heb ik nog één voorbeeld, en dat is gemeentelijk woningbedrijf. Rotterdam was absoluut niet snel, maar startte ook complexen en hele geruchtmakende. Onder andere het Justus van Effe-blok in Spang. Als je nou naar die corporaties kijkt, die hebben daarna een ontzettende ontwikkeling gehad. Vooral na de Tweede Wereldoorlog waren ze heel kwetsbaar in eerste instantie. Heel veel landelijke overheid bemoeienis daarvan. En vervolgens is daar een ongelooflijke professionaliseringsslag geweest. Is de positie verstevigd in de loop der jaren ten koste van de gemeentelijke woningstichtingen. De stadsvernieuwing is gekomen in de jaren 90. De grote verzelfstandiging en fusies en schaalvergrotingen. Op dit moment zijn er nog maar 300 corporaties in Nederland over, dus dat zijn er niet zoveel. Wat zie je heel recent? Dat die corporaties die zich heel erg hebben uitgebouwd en geprofessionaliseerd, dat die hun positie verstevigden, ook na 2000, na de verzelfstandiging. Hun waarde nam ontzettend toe, grote financiële reserves. En ook grote excessen op een gegeven moment in de corporatiesector. Exorbitante salarissen voor bestuurders. Ik hoef maar autoboot te zeggen en iedereen weet wel wat ik bedoel ongeveer. Derivaten kwestie. Vervolgens de parlementaire enquête en de economische crisis. En ook het vervolg daarop, de verhuurdersheffing. Kortom, corporaties zijn anno nu zitten in een heel strak keurslijf met een strakke taakstelling. En dat is op dit moment weer een beetje aan het kantelen door de wooncrisis. Ze waren heel lang negatief in beeld en op dit moment wordt er weer een beetje oplossing van ze verwacht. En dat verwachten wij ook, dat ze zich inzetten voor een goede stad. En ook al zie je in het Rijksbeleid dat dat nog heel sterk gericht blijft op eigen woningbezit, er is op dit moment meer aandacht voor corporaties. De verhuurdersheffing is afgeschaft, meer aandacht voor de corporaties. En meer aandacht voor leefbaarheid in wijken. Maar dat brengt ons wel bij een aantal vragen op dit moment. Want die corporatie is nog steeds heel groot. En je zou kunnen zeggen, nog steeds blijft de vraag van wie is de corporatie? En hoe kan die corporatie beter verankerd worden naar de bewoners toe? Wat betekent dat voor de zeggenschap van bewoners? En hoe kunnen outsiders, niet alleen huurders, maar ook dakloze woningzoekenden, daarin een plaats krijgen en hoe kan die maatschappelijke opgave weer centraal komen te staan? Hoe kunnen ze dan een rol vervullen naar maatschappelijk vastgoed? Kunnen ze stimulerend optreden naar wooncoöperaties, dat soort zaken meer? En al die zaken speelt eigenlijk steeds die verhouding tussen gemeente, corporatie en bewoners een belangrijke rol. En ik hoop dat de volgende sprekers daar deels ook op in zullen gaan en zij zullen een paar facetten van dat hele verhaal van die corporaties verder toelichten. Dat was het. Mag ik een warm applaus voor André? Ja.
Als er dan publiek in de zaal zit, dan zeg ik, dan gaan we ook met z'n allen klappen, uiteraard. Ja. Dankjewel André voor je zeer verhelderende presentatie in 7 Mijlslaars en Zobaf door de ontstaansgeschiedenis heen. Ik ga jullie allereerst even vertellen wat we vanavond allemaal gaan doen, naar wie we allemaal gaan luisteren voordat ik de vaandel weer overgeef. Zo dadelijk eerst Meerte Biemans, zij is adviseur wonen en wijken bij Circusvis en voorheen manager strategie bij woonstichting Rosteel. En zij gaat ons meenemen in het verhaal over de woningcorporaties en hoe die zijn ontstaan nog eens. Als een beweging vanuit de betrokken burgers die streefden naar de verbetering van hun woon- en leefomstandigheden. Daarna hebben we een korte intermezzo. Dat is een video van Joke Schot en Ronald Hugenin. Een video gecombineerd meer vanuit foto's met verhalen van de laatste twee bossers. Arjen Zandstra horen we daarna. Hij is regisseur strategie bij woningcorporatie De Wooncompagnie. Hij gaat in op de steeds sterkere werking van het marktdenken in de woningcorporaties. Nou, we hoorden het zo net ook al, hè, die prijzen van de gebouwen zelf en hoe zich dat dan vervolgens verhoudt tot de burgers die op zoek zijn naar een betaalbare woning. En tot slot krijgt Fuad Akka ook nog het woord. Hij is van de klantenraad van Woonstad Rotterdam en hij gaat het hebben over de formele, de feitelijke en de ideale rol die klantenraden en bewonerscommissies zouden moeten of kunnen hebben. En tot slot gaan we uiteraard met elkaar in gesprek. En met elkaar, dat zijn jullie hier in de zaal, dat ben ik, maar dat zijn ook jullie thuis. Dus mocht je vragen hebben, stel ze dan vooral in de chat. Dan kan ik die vragen meenemen en dan krijg ik ze hier mooi op scherm te zien. En dan maak je ook onderdeel uit van dit gesprek. Dus heb je vragen, stel ze vooral in de chat. Het is een volle bak, dus laten we beginnen. Meerte. Dankjewel, Hasna. Ik ben inderdaad Meerte Biemans en ik ben volkshuisvester. Op dit moment adviseer ik woningcorporaties, gemeenten, bewoners, verschillende groepen die zich eigenlijk met die volkshuisvesting bezighouden. Hiervoor werkte ik bij Rochdale, een beruchte corporatie. Veel mensen zullen het vooral kennen vanwege de fraude die daar 12 jaar geleden is geweest. Maar de ontstaansgeschiedenis, dat was een van de allereerste corporaties, die komt uit de trambestuurders en de koetsiers die in Amsterdam een betere woonomstandigheden voor de mensen wilden realiseren in de tijd dat er nog heel veel sloppen waren in ons land. En dat mensen eigenlijk in verkrotte woningen woonden. Nou heeft Hasna de verwachting gewekt dat ik op die geschiedenis inga. Dat is niet wat ik heb voorbereid. Dus ik wil jullie meenemen in die maatschappelijke rol van woningcorporaties en hoe kunnen we daar naar kijken. En misschien is het goed om te weten dat ik vind het wonen heel erg belangrijk en dat probeer ik vanuit mijn professionele werk te doen, maar ik heb ook het gevoel dat we daar activistisch voor moeten en kunnen zijn. Dus ik heb een woonprotest georganiseerd in Utrecht. Ik voel me ook onderdeel van de woonbeweging van veel bewoners die bezig zijn met de verbetering van hun wijken, met de sloop die daar al dan niet plaatsvindt, de leefbaarheidsproblemen. Ik denk dat we met z'n allen moeten proberen om de woningnood en de wooncrisis waar we in Nederland in zitten, om daar echt uit te komen en dat we daar bondgenoten in moeten zijn. Ik heb afgesproken dat ik rare stappen zet als er een nieuwe slide moet. Nee hoor, ik zal gewoon af te zeggen volgende slide. Dit is voor mij de kern. Wonen is een recht. En dat betekent niet dat iedereen naar de overheid kan gaan en kan zeggen, geef mij een sleutel van een huis. Op zo'n manier is het geen recht. Het is wel een recht in de zin van dat onze overheid zich eraan heeft verbonden dat ze altijd moeten toewerken naar een steeds idealere situatie op de woningmarkt. Of eigenlijk in de volkshuisvesting. Dus ze moeten altijd stappen zetten naar dat er mensen goed, betaalbaar in een goede woonomgeving kunnen wonen. Want het gaat niet alleen maar om die vier muren en dat dak boven je hoofd. Het gaat er ook om dat het betaalbaar is, dat het toegankelijk is voor mensen die verschillende dingen nodig hebben van een woning. Dat het in een goede woonomgeving staat waarin je ook een goed leven kan leiden. Al die onderdelen zijn, als je gewoon naar de rechtspraak kijkt, zijn onderdelen van het recht op wonen waar onze overheid zich aan zou moeten houden. En waarvan je natuurlijk kan twijfelen of dat de afgelopen 10, 20 jaar goed is gebeurd. Ik wilde daarmee starten omdat ik vind, nou ja, daar moeten we met z'n allen altijd naar streven. En ik had hier, ik geef ook vaak een plaatje van de sloppen die er vroeger waren en dat de woningcorporaties ertoe hebben geleid dat we die niet meer hebben en de woningverenigingen die door de bewoners zijn opgezet. Maar ik dacht, laat ik jullie ook gewoon even zeggen, wat zegt die woningwet nou over die maatschappelijke taak van woningcorporaties?
Want woningcorporaties hebben namelijk niks anders dan een maatschappelijke taak. Want volgens de wet mogen ze al hun middelen alleen maar inzetten om die volkshuisvesting te bereiken. En ja, dat is ingeperkt. Hè. Vroeger mochten ze van alles en nog wat, mochten ze ook hele boten opknappen en dat soort dingen. Dat mag allemaal niet meer van de wet. Maar het is nog steeds zo dat woningcorporaties zijn maatschappelijke organisaties die niks anders mogen dan die maatschappelijke rol van de volkshuisvesting vervullen. Zo staat het in onze wet. En als je dan kijkt naar wat is zo typerend voor die woningcorporaties internationaal gezien, is dat nog veel meer dan wat ik hier nu opschrijf. Want er is volgens mij geen land waar je een sociale huursector hebt waar geen subsidie heen gaat. Hè. Het is hier een soort van sociale onderneming. Maar wat ik denk dat heel belangrijk is, als je naar ons land kijkt en naar de andere groepen die actief zijn in dat wonen, dan is het zo dat woningcorporaties die zitten er echt in voor de lange termijn. En ook voor de heel wat langere termijn dan bijvoorbeeld gemeenteraadsleden. Want zij hebben die woningen niet alleen nu, ze hebben ze over 50 jaar nog en een hoop van die woningen over 100 jaar nog steeds. Of in ieder geval zitten ze dan nog steeds in die buurten. Dat maakt dat er best wel een belang zit, maar ook veel middelen worden geïnvesteerd om dat goed te houden. En daarbij zie je, dat is net ook al even gezegd, woningcorporaties mogen geen winst maken. Dus al het geld moet ingezet worden voor de volkshuisvesting. Nou ja, dat is wel vrij uniek. En het is dus breder dan dat vastgoed. En dat betekent niet dat woningcorporaties alles perfect doen. Het betekent ook niet dat woningcorporaties überhaupt alles kunnen doen. Dus ze zijn bezig. Nee, het is nog niet de volgende. Sorry. Bij deze sheet sta ik even wat langer stil. Dus ze zijn bezig met dat woningaanbod, hè, dus woningen bouwen, zorgen dat die woningen betaalbaar zijn, zorgen dat ze gezinswoningen en kleine woningen, nou ja, dat soort dingen hebben. Dus dat is de vastgoedtak, om het zo maar te zeggen. Ze zijn bezig met dat je in die buurt een beetje leefbare buurt hebt, waar je kansen hebt om iets van je leven te maken, dat het er veilig is. Ze zijn bezig met, is die woning kwalitatief nog goed? Er zijn natuurlijk voorbeelden van schimmelwoningen en zo waar aan de slag gegaan moet worden. En ook met, we moeten met die duurzaamheid aan de slag. En dat zijn allemaal elementen die middelen, tijd en geld kosten van woningcorporaties. En dan is het goed om te weten dat er de spanning tussen zit. En dat het ook goed is om te weten dat de afgelopen jaren veel woningcorporaties onder de streep verlies draaiden. Dus als je gewoon kijkt naar wat kost het om die woningen in stand te houden en wat levert het op qua inkomsten. En dan haalde je dan ook nog de verhuurderheffing en al die dingen, dat waren ook allemaal kosten. Hè? Dan was het gewoon onder de streep een negatief exploitatieresultaat. Dat is niet overal zo, maar in de grote steden wel. Dat hangt namelijk af van de WOZ-waarde van je woningen, want daar wordt de belasting op gebaseerd, nou ja, et cetera. Dat verandert nu de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Maar als je dus af en toe denkt van wat hebben die woningcorporaties de afgelopen jaren te weinig gedaan, realiseer je dan ook dat er echt heel weinig middelen beschikbaar zijn. En realiseer je dat het gaat veranderen. Dus dat er nu weer meer gaat kunnen. Volgende sheet. Dit wordt vaak gezegd, hè? Sociale huur wordt gemarginaliseerd. Volgende sheet. Dat klopt. Als je naar dit staatje kijkt, dus gemarginaliseerd wordt dan bedoeld, het wordt voor een steeds smallere doelgroep, alleen nog maar voor de laagste inkomens, een vangnet. Vroeger zaten er heel veel mensen met midden- en hoge inkomens, niet eens zo heel lang geleden, vroeger, jaren 90, in sociale huurwoningen. En je ziet eigenlijk dat naarmate er meer, de overheid strikter is geworden erop, komen er steeds meer de allerlaagste inkomens in de woningcorporatiewoningen. En dan zie je dus ook dat in wijken waar woningcorporaties heel veel woningen hebben, dat het best wel lastig is dat je een enorme concentratie eigenlijk maakt van mensen die een heel laag inkomen hebben. Dat is een trend die echt van nu is. Het was niet altijd zo dat sociale huur voor de allerlaagste inkomens was. Volgende sheet. Dus je ziet die verandering van bewoners. Hè, dus dat, en er zijn allerlei oorzaken voor. Het heeft te maken met het gemeentelijke woonbedrijf wat naar woningcorporaties is gegaan. Het heeft te maken gehad met stadsvernieuwing. Je zag ook dat voor de jaren 80 zaten kwetsbare mensen eigenlijk in andere groepen. En was het ook nog wel eens zo, dat of niet eens zelden, dat woningcorporaties zeiden je mag alleen bij ons huren als jij net de huurder bent. Dus toen was er een heel andere doelgroep die in die woningcorporatiewoningen woonde dan nu.
En nu hebben we dat geobjectiveerd, hebben we gezegd iedereen moet daar evenveel recht op hebben. Bovendien hebben de mensen die een laag inkomen hebben daar veel meer recht op en zelfs tegenwoordig exclusief recht op en de rest niet meer. Dus dat, en dan kan je zeggen, een deel daarvan is echt een goede ontwikkeling, hè, want het is natuurlijk een beetje raar dat een woningcorporatie kan zeggen, jij bent niet net genoeg voor onze woning. En een deel daarvan is eigenlijk een negatieve ontwikkeling, want op een gegeven moment, waar moeten mensen met een middeninkomen nog wonen? Volgende sheet. Dit is echt wel een langere trend, dus er wordt heel vaak gedacht, ja, dit komt allemaal door minister Blok. Minister Blok, jongens, die heeft ook heel veel fout gedaan. Maar je ziet wel echt dat het een langere maatschappelijke tendens is geweest dat die woningcorporaties steeds meer gereguleerd zijn en vangnet zijn geworden. En dat al deze mensen daar op eniger moment aan hebben bijgedragen en dat dat ook de maatschappelijk gevoel was in de samenleving. Misschien dat nodig was. Het was een brede overtuiging. Volgende sheet. En je ziet dat niet natuurlijk bij wonen alleen. En omdat je dat in allerlei facetten ziet, hè, dus je ziet breder in die samenleving dat we echt zijn gaan focussen op je eigen verantwoordelijkheid. En de overheid is alleen een vangnet voor die groep mensen die het echt helemaal niet redt. Nou ja, dat heb je overal gezien en dat zie je natuurlijk terug in de samenleving. Volgende sheet. En dan kom ik weer terug naar die maatschappelijke taak van de woningcorporaties. Want je ziet wel een beweging in de samenleving, maar ook onder woningcorporaties zelf, dat ze zeggen, ja, maar wij willen wel breder zijn van wonen en zorgen dat mensen goed kunnen wonen. Je ziet ook dat allemaal stappen gezet worden en initiatieven worden ontplooid om dat weer te gaan doen. Je ziet ook dat woningcorporaties zeggen, we willen eigenlijk wel weer mensen met een middeninkomen huisvesten, willen wel weer dingen aan leefbaarheid doen, et cetera. En dan dus daarin zie je eigenlijk nu weer een nieuwe trend die weer meer gaat richting die bredere maatschappelijke rol. Dat betekent niet dat woningcorporaties weer taken mogen doen die niet puur dat volkshuisvesting zijn. Dat is gewoon in de wet nu vastgelegd, dat mag niet meer. Je ziet wel dat woningcorporaties steeds meer brede samenwerking opzoeken met andere partijen. En daar wil ik een paar voorbeelden van laten zien. Poelenburg in Zaanstad was een wijk. Iemand ooit gehoord van de treitervlogger? Kijk hier even rond in de zaal. Ja. Nou, dat was Poelenburg in Zaanstad. En daar werd gezegd, oké, hier is van alles mis. Hier voelen mensen zich onveilig. Hier hebben mensen het gevoel dat ze geen kansen hebben. En op die plek hebben toen alle maatschappelijke partners, maar ook de bewoners samen gezegd, we gaan samen doelen formuleren, waar willen we staan over 20 jaar? En waar willen de bewoners zelf ook staan over 20 jaar? Dus dat ging daar niet om laten we de statistieken verdunnen, hè? Dus niet laten we hier andere mensen laten wonen, zodat de problemen worden opgelost, maar hoe kunnen we ook voor de mensen hier een betere woning en werk en onderwijs en veiligheid regelen. Dus in zo'n brede coalitie van al die maatschappelijke partijen die met die bewoners ook zijn gaan praten van wat willen we hier bereiken, kan je zien dat er dan in zo'n buurt ontzettend veel ontstaat. Dus daar doen de woningcorporaties aan mee, maar woningcorporaties kunnen dat niet alleen. En bewoners doen daaraan mee, maar die kunnen het ook niet alleen. Dus dat is het voorbeeld van Poelenburg. Oh, en dat wat ik nog wel een mooi voorbeeld vind, omdat het net in de introductie ook even werd genoemd, moet een woningcorporatie dan alleen maar doen wat de gemeente zegt? Het hoeft niet. De corporatie die hier dominant zit, dat is toevallig Rochdale waar ik werkte, die zei, dus de gemeente zei, we willen ook dat hier middeninkomens kunnen wonen. Toen zei Rochdale, ja, dat vinden wij ook een goed idee, al is het alleen maar voor de bewoners die hier al wonen, die ook willen doorstromen omdat ze een wat hoger inkomen hebben. En om die wijk wat te diversifiëren, maar alleen als we het aantal sociale huurwoningen gelijk kunnen houden. Dus woningcorporaties kunnen wel degelijk hun poot stijf houden en zeggen, moet je ook zorgen dat hier ruimte is, dat er ook voldoende sociale huurwoningen blijven, zodat mensen niet verdrongen worden. Dus je kan als woningcorporatie altijd in onderhandeling gaan met de gemeente. Volgende voorbeeld. Dit is Proeftuin Ruwaard. Daar heb ik niet zelf aan gewerkt, wel veel over gehoord. Dit is een buurt waar ze een soort van experiment aan het doen zijn. Ze hebben gezegd, de bewoner staat helemaal centraal. De georganiseerde actieve bewoner en de individuele bewoner. Als je een idee hebt, word je geholpen. Als je een probleem hebt, word je geholpen. En dus niet vanuit beleid en projectplannen, vanuit organisaties. Maar die organisaties die gaan naar de buurt in, die gaan met bewoners praten en die gaan kijken hoe kunnen we dit mogelijk maken. En dat is een totale omkering van hoe het vaak gaat. Dus het is heel interessant om te zien wat daar gebeurt. Ze
ze doen daar ook allemaal leersessies over en zo. Dus kijk er vooral even naar. Het is echt een ontzettend leuk voorbeeld. En ook hier weer, hè, woningcorporatie doet mee, bewoners doen mee, maar ze kunnen het niet alleen. Er doen ook allerlei andere partijen mee. De volgende. Dit is Vauban, laatste voorbeeld, dan stop ik. In Vrijburg, om ook even een internationaal voorbeeld te noemen. Hier is gewoon gezegd tegen bewoners, jullie kunnen zelf een buurt ontwikkelen. Die hele buurt Vauban is ontwikkeld door bewoners. In groepjes van 50 gingen bewoners kijken. Oké, dus ongeveer zeg maar mensen die dan in één complex, zoals we dat in jargon noemen, wonen, gingen samen kijken van oké, hoe willen we dit hier ontwikkelen? En in grotere zin, hoe willen we dan ook de rest van de buurt ontwikkelen? En dan zie je dat die groepen bewoners echt kozen voor, we willen dat hier betaalbare woningen staan, vanzelfsprekend. Ook dat het een diversiteit is aan woningen voor allerlei verschillende mensen. Er is daar ook geen gebouw hetzelfde. Heel veel groen, maar bijvoorbeeld ook dingen, we willen hier lokale banen. Voor de mensen die hier wonen, dat die hier ook kunnen werken. Dus je ziet dat daar allemaal hele interessante initiatieven uit ontstaan. Er zijn meer voorbeelden van, er is ook een dergelijke wijk in Zurich. Dus dat zijn inspiratie eigenlijk om te gaan nadenken over hoe kunnen we die maatschappelijke rol nou nog verder, nog breder invullen dan dat we hier misschien direct gewend zijn. En dat was het voor mij. Dus ik vind het leuk om straks te horen, dat zei Hasna net in de chat, zet even in de chat, van wat zouden jullie nou graag willen zien? Waar droom je nou van? Weet je, want het gaat niet alleen maar over wat kunnen al die instituties voor ons doen, maar wat willen we met elkaar als samenleving doen. Dankjewel, Meerte. Ik ga heel hard nadenken over wat ik nou precies zou willen zien. Maar ik ben ook wel benieuwd naar wat jullie hier in de zaal straks bedenken. Maar het is nu eerst tijd om naar de intermezzo te gaan. En we gaan kijken naar een video met foto's en verhalen van de laatste twee bossers, gemaakt door Joke Schot en Ronald Hugenin. Ik ben heel benieuwd. Er is een expositie geweest hier in het gemaal, maar nu een korte video. Aad is 73 jaar oud. Mijn vader zat op de Rijnvaart in dienst van de Roten Schweizer in Basel. Mijn ouders lagen in Bremerhaven aan de kade toen ik te water werd gelaten. Een groot deel van mijn leven heb ik gewerkt als kapitein op de zeesleepvaart. Toen ik 18 jaar was, kwam ik terecht in een tweekamerwoning hiernaast op de Hillendijk. Daar heb ik tot 1978 gewoond. Er werden plannen gemaakt om alle woonblokken te renoveren. Via het projectbureau had ik inspraak. Ik kon met mijn vrouw en zoon tijdelijk in de Delarijstraat gaan wonen en in 1983 in mijn huidige woning aan de Hillendijk terugkeren. Waarom moest ik hier weg? Omdat Feyenoord City een gouden randje moet hebben. Ahmed is 40 jaar oud. Ik ben geboren in Somalië. Na bij familie in Dokkum te hebben gewoond, vertrok ik in 1998 naar Rotterdam. Sinds 2014 woon ik op de Hillendijk. 'S Morgens sta ik om 4 uur op, omdat ik als postvoorbereider vroeg moet beginnen. Toont het interieur van mijn huis als dat van een sloperijpe woning? Natuurlijk niet, dat is klinkklare onzin. Ze leggen de rode loper uit voor hoogopgeleide mensen en expats. Dat jij niet meer gewenst bent, is geen prettig gevoel. Ik lees veel, schrijver Charles Dickens kwam vaak in bruine cafés waar hij in contact kwam met het volk. Marco Pastors weet totaal niet wat zich afspeelt in al die levens. Kapitalisme bepaalt hoe we met elkaar omgaan. Er wordt ingezet op het architectonisch opkalevateren van de stad. De mensheid verwaarloost zichzelf en verwoest de aarde. Maar een mammoettanker laat zich niet zomaar 180 graden bijsturen. Esther is 45 jaar oud. Ik woonde een half jaar in een tijdelijke woning in de Larijstraat. Onlangs moest ik verhuizen naar de Wielenwaal. Vroeger was antikraak een keuze, nu is het een noodzaak. Bij Woonnet sta ik met 6 jaar inschrijving ver op de lijst. Ik heb de tweebosbuurt in mijn hartje gesloten. Nu woon ik tijdelijk in Wielenwaal, waar bewoners ook moeten strijden voor hun bestaansrecht. Wij hebben Rotterdam in ons hart, dus haal het hart niet uit Rotterdam. Het is doodzonde van al die unieke plekjes. Die saamhorigheid ga je niet vinden in die lelijke betonnen blokken waarin iedereen voor zichzelf leeft. Beter een goede buur dan een verre vriend. Gerard is 83 jaar oud. Ik ben geboren in de Johannes Brandstraat en woon vanaf mijn eerste jaar in de Delarijstraat. Ik ben vrijwilliger in de Botanische Tuin en ik werkte als elektromonteur en plaatwerker.
Het oude politiebureau op het Afrikaanderplein was tijdens de oorlog in gebruik als gaarkeuken. Daar werkte een oom van mij. Af en toe gaf hij ons een extra schepje bietenpulp. Na de oorlog was de buurt één grote klin. Op Koninginnedag was de buurt versierd met vlaggetjes en er werd volop gefeest. Op straat stonden lange tafels met hapjes en drankjes. Overal klonk muziek en er werd gedanst. Het is eeuwig zonde dat ze de hele buurt hier hebben laten verhabbezakken. Deze woningen mankeert niks en ze kunnen nog jaren mee. Eerst had ik vooral Hollandse kennissen. Na de renovatie kwamen er veel mensen met een migratieachtergrond. Die mensen hebben niets met Koninginnedag, maar ik had er leuke buren aan. Ik ben de allerlaatste oorspronkelijke bewoner. Vestia kent mijn standpunt. Je zult toch een keer moeten verhuizen, zeggen ze dan. Naar de Zuiderbegraafplaats, ja. Maar daar wacht ik nog een paar jaartjes mee, als je het niet erg vindt. Ann is 69 jaar oud. Wim en ik zijn opgegroeid in Krooswijk, waar we elkaar leerden kennen. Ik was secretaresse. Onze zoon en zijn gezin wonen op een steenworp afstand. We raakten in 1973 betrokken bij het opzetten van een wijkgezondheidscentrum in de Tweebosbuurt. Om de mensen te leren kennen zijn we in deze buurt gaan wonen, in een kleine voortussenachterwoning. We begonnen hier kort na de rellen. Ze willen echt slopen, ze willen hier echt een ander soort bewoners hebben. Dan voel je je toch wel heel erg in je eer aangetast. Wim is 71 jaar oud. Ik was maatschappelijk werker en ben nog steeds aangesloten bij de FNV. Toen wij hier kwamen wonen in 1974 had je heel veel mannen die de 65 jaar niet haalden, compleet versleten in de haven. Er was saamhorigheid. In de haven moet je ook rekening houden met je maten die onder de balen lopen. Als je zo'n zak laat vallen, komt hij op de kop van een ander terecht. We hebben de havenstaking meegemaakt. Dat was eerst een wilde staking. Mensen kregen geen geld. Wij kochten extra brood in voor de buren, zodat ze wat te eten hadden. Er werd per stuk betaald. Als iemand niet kon werken, wegens een verstuikte enkel, dan zorgde je dat je wat extra deed, zodat die ander ook wat te eten had. Nieuwkomers namen die cultuur over. Kinderen van gastarbeiders kochten woningen in de Afrikaanderwijk om voor pa en ma te kunnen zorgen. Waarom sloop je dat? Met de funderingen en de kaskas is niets aan de hand. Wel stenige straten, maar we hebben mooie binnentuinen waar bijna niemand iets van af wist. Hamza is 33 jaar oud. Ik ben privéchauffeur en woon met mijn gezin op de hele dijk. De Tweebossers zijn uitgegroeid tot verzetstrijders, sommigen zelfs tot helden. Ik heb heel veel respect voor mevrouw Pelger. Ik was bezig met het plannen van de zomervakantie toen die brief van Vestia op de mat viel. Ik ben niet meer welkom in mijn eigen buurt en mijn inkomen speelt daar een rol in. De nieuwe mensen aan de overkant zijn welkom. Die passen in het plaatje van de gemeente en de banken. Zo is het in de achterkamertjes bekokstoofd. Mijn vader is in 1976 in deze buurt komen wonen. In die tijd wilde niemand hier naartoe, maar hij vond het hier prettig. Nu vertelde een vertegenwoordiger van Vestia hem dat hij niet voldoende inkomsten heeft om straks een huis in deze buurt te kunnen huren. Wonen is een basisbehoefte. Als je thuis kunt komen, heb je veiligheid en kun je groeien. Als die basis niet klopt, kom je niet verder. Wij moeten hier boksen voor het recht dat onder ons wordt weggeslagen. Iemand die ergens is geboren en getogen, heeft feeling met de wijk en gaat niet zomaar weg. Miriam, 51 jaar. Edwin, 51 jaar. En hun zoon Damien, 15 jaar. Wonen in de Martinus-Steinstraat en zijn alle drie geboren en getogen in de Tweebosbuurt. Damien. Dit is een heerlijke buurt om te wonen. Alles is hier, zoals winkels en een zwembad. Ik zit op judo en 's morgens ga ik zwemmen in het surfmeertje. Met voetbal heb ik niets, maar ik vond het wel erg leuk om een keer met mijn vader mee te gaan naar een thuiswedstrijd van Feyenoord. Als iedereen gaat zingen, ga je automatisch meedoen. Geweldig! Straks ga ik een weekendje bij mijn oma logeren. Ze heeft een lekker groot huis waar ik ook een eigen kamer heb. Edwin. Het gaat niet alleen om ons. Wij zijn aan het strijden zodat mijn zoon straks ook nog een sociale huurwoning kan huren. Ze willen alleen maar duurdere mensen hierheen halen, die beter opgeleid zijn dan ik. Dus iemand die al jaren in de haven heeft gewerkt, die heeft niets gepresteerd voor Rotterdam. Ik heb 28 jaar mijn eigen rot gepresteerd voor deze stad en nu krijg ik gewoon een schop onder mijn kont. Het is vervelend dat er nu overal hekken staan en alle woningen dicht beplaatst zijn. Ik heb dit jaar mijn verjaardag gewoon in deze woning gevierd en volgend jaar vier ik hem ook gewoon hier.
Ik heb hier ook gewoon kerst gevierd, want die laat ik niet verzieken. Mirjam, ondanks alles gaat mijn leven gewoon door. Dus moet ik het natuurlijk wel een beetje gezellig blijven maken. Ik kan niet de hele dag treuren en in de stress gaan lopen. Dat gaat niet werken. Wien, 78 jaar oud. Ik ben de moeder van Edwin, groeide op in Haarlem en woon vanaf 1967 in de Tweebosstraat. Hier beneden had ik een wasserette. Later werkte ik als bouwjuffrouw in een café in de Slaghekstraat. Dick, mijn man, werkte in de haven. Edwin heeft nog met zijn vader in de haven gewerkt. Dick was voor Edwin niet alleen zijn vader, maar ook zijn maatje, zijn vriend en zijn bierdrinkertje. Nadat Dick was overleden, kwam het voor dat Edwin in de kroeg stond en twee biertjes bestelde. Dan stond hij te huilen in die volle kroeg. Ik vond het heel vervelend dat ik geen man meer had. Maar ik vond het nog veel erger dat Edwin geen vader meer had. Vroeger was het hier een supergezellige buurt. We zaten allemaal op de stoep en dronken een bakje met elkaar. De mannen legden een kaartje. Alle kindertjes speelden met elkaar en of ze nu groen, paars of geel waren, maakte helemaal niets uit. Ik wil zelf een fatsoenlijke woning kunnen kiezen in deze buurt en laat me niet wegstoppen in een seniorenwoning, ook al ben ik al lang geen 18 meer. Ik wil niet in zo'n oude wijvenpakhuis wonen waar iedere dag een lijkauto voor de deur stopt. Grada is 83 jaar oud. In 1939 werd ik geboren op de Hillendijk. Ik ben de jongste van een gezin met 6 kinderen. Wij woonden eerst beneden. Daarna schoven we door naar dit grote huis. Ik ben hier met mijn moeder blijven wonen. Mijn linnenkast ligt nu weer vol. Na de oorlog hadden we niets meer, want al het linnen was geruild bij de boeren voor aardappels of tarwe. Ze durfden alles van je te vragen. Neem maar een beddensprei mee als je weer eens komt. Of ze vroegen doodleuk om de trouwringen. Zorg altijd dat de linnenkast goed vol is, was mijn moeders devies na de oorlog, want je weet nooit waar het goed voor is. Mijn vader was kraanmachinist en heeft ook jaren als pijpfitter gewerkt. Hij was een spil in de wijk en voorzitter van de buurt- en de speeltuinvereniging. Ons huis zat altijd vol met mensen die hier kwamen vergaderen. Als er iemand met opvoedingsproblemen aanklopte, ging hij met die ouders of dat kind praten. Al die sociale activiteiten heeft hij zeker tot zijn 60ste gedaan. Na enkele jaren later, in 1963, is hij overleden. In die generatie werkten mannen tot ze dood gingen. In de jaren 60 kwam hier in de buurt kwamen de gastarbeiders wonen. Ze werkten in de haven en bij de spoorwegen. Mijn moeder heeft heel wat kinderen op de wereld geholpen. Dan gingen ze bakeren. Dan lag er een briefje op de keukentafel. Ik ben de verloskundige aan het helpen. Ze overleed in 1998. Dit pand dateert van 1904. Oorspronkelijk waren dit ziekere huizen voor het hogere spoorwegpersoneel. Jarenlang hielp ik Marokkaanse Turkse kinderen met huiswerk en taalles. Ik geef nu een jonge huisarts die is geboren en opgeleid in Turkije conversatieles. Als meisje deed ik boodschappen voor een oude buurvrouw. Zij zat altijd in het zonnetje voor haar huis. Het is prima dat je het doet, maar je mag niets aannemen, zei mijn moeder. We kregen een prachtige art deco bloempot die hier na al die jaren nog steeds staat te pronken. Die heb ik toch maar mooi verdiend, zei ik tegen mijn moeder. Mustafa is 46 jaar oud. Ik ben in Marokko geboren. Vanaf mijn eerste jaar woon ik in de Afrikaanderwijk. Ik had echt een mooie jeugd. Veel van mijn vrienden zijn vertrokken, maar ik wil hier toch echt niet weg. In januari 2018 ben ik op de Hillendijk gaan wonen om mantelzorg aan mijn moeder te kunnen geven. Eind vorig jaar is ze overleden. De buurt wordt rücksichtloos gesloopt omdat de mensen minder verdienen en daardoor door het politieke systeem niet goed genoeg worden bevonden. Mensen worden gediscrimineerd op basis van hun inkomen. Volgens het handelingsperspectief Afrikaanderwijk van het NPRZ wordt het negatieve beeld van de Afrikaanderwijk bepaald door drukte, parkeerproblematiek en allochtonen. Allochtonen vormen een negatieve associatie. Ik ben een negatieve associatie. Vestia gebruikt dat als argument richting het gerechtshof om aan te tonen dat de wijk slecht is. Krankjoren. Ooit komen ze tot inkeer, maar dan is het te laat. Soms moest ik huilen als ik documenten doorlas. Lees ik het wel goed? Staat hier echt wat ik lees? Dat Parkstad alleen een succes kan worden als de Tweebosbuurt wordt gesloopt? Wij staan dat succes in de weg. Een kookje van moeder. Hoe durf je het op te schrijven? Slopen is een maatschappelijke casus die laat zien hoe het niet moet. Hier kun je echt veel van leren als je wilt. Voor mij is de Tweebosbuurt een leerboek. Denise is 43 jaar oud. Ik ben moeder van Okatsi en Arinze en woon nu 8 jaar met mijn kinderen op de Hillendijk. In mijn jeugd woonde ik in kinderterhuizen en pleeggezinnen. Daarna woonde ik in andere buurten op Zuid en in Nigeria. De gemeente heeft ambities.
de herontwikkeling van dit gebied. Om die ambities waar te kunnen maken, moet Vestia mee in die stroom. Ik weet niet waar die ambitie vandaan komt, waarom dit stukje grond zo prangend is. Het draait om cosmopolitische uitstraling. Komend vanuit Feyenoord City moet het eerste wat je ziet van de wijk goed zijn. Rotterdam wil concurreren met andere steden. Ik ga de stad verlaten, want ik voel dat ik geen recht meer heb op deze stad. De vierkante meterprijs is gigantisch. In Rotterdam er niet meer op te brengen. Vroeger was dit gebied een eiland. Als je de pest had of niet deugde, dan werd je op Zuid gegooid. Dit gebied is opgebouwd door al die mensen en de havenarbeiders. Nu is er ruimte tekort en moet het hier worden schoongepoetst. Het begon met die brief. Uw huis wordt aangekocht. Dat zal wel rauw op uw dak vallen. Overal zag ik mensen vertrekken en ik realiseerde me dat het echt zo is. Vannacht heb ik niet geslapen. Ik voelde de transitie, het begin van het einde. Zoeken naar een nieuwe stad en een nieuwe school. Je laat veel veiligheid achter, want iedereen kende ons hier. Voor mij is alles verpest. Ze hebben de bezinning uit deze wijk gehaald. Ik heb er geen zin meer in. De straat was echt heel gezellig. De laan met de bomen was mijn thuis. Nu moet ik vertrekken met verantwoordelijkheden aan beide handen. Zo, dat is indringend, moet ik zeggen. Mooi gemaakt, Ronald. Ik weet niet waar Joke nu zit, maar wat goed ook om de verhalen zo op een rij te horen. En een beeld te krijgen van de mensen achter de stenen, zo gezegd. Dan gaan we nu luisteren naar Arjan Zandstra. Arjan is regisseur strategie bij woningcorporatie De Wooncompagnie. En hij gaat in op de steeds sterkere werking van het marktdenken in de woningcorporaties. Mag ik een warm applaus voor Arjan? Dank jullie wel. Ik ben Arjan Zandstra. Ik werk inderdaad bij Wooncompagnie. Dat is een woningcorporatie met ongeveer 14.000 huurwoningen in het noordelijk deel van Noord-Holland. Alles boven 0,20 zou je kunnen zeggen. Ik werk daar als volkshuisvester en ik heb een paar jaar geleden met een paar collega-volkshuisvesters dit pleidooi in elkaar gedraaid. Een boekwerkje eigenlijk ontstaan uit een soort van woede. Omdat we ons boos maakten over wat we meenden te zien gebeuren in de volkshuisvesting. In de volkshuisvesting kun je zien dat de sociale huursector dat al steeds minder een volwaardig deel van de woningmarkt is. En steeds meer lijkt te verworden tot een soort van tijdelijk vangnet voor mensen met pech. Nou, daar hebben we een aantal dingen over opgeschreven. Ik wil er een aantal punten uit naar voren halen zometeen met u. Eigenlijk in de hoop dat we daar een aantal vragen over kunnen beantwoorden en met elkaar over in gesprek kunnen gaan straks. Wie het helemaal door wil lezen, die kan het vinden op de website van Recht op de Stad. Ja, eerst maar eens de belangrijkste vraag. Waar maken we ons nou eigenlijk zo druk om? Waar gaat het nou eigenlijk over? Wat is nou zo belangrijk? Ik denk inmiddels ruim 15 jaar geleden die zin ook zien staan in een kop in de NRC Handelsblad. Boven een artikel dat ging over woningcorporaties. En boven dat artikel stond de volgende tekst. Misschien weet u het niet, maar de kans is groot dat u in een corporatiewoning woont. En ik denk dat dat gewoon is waar het eigenlijk om gaat. Die koptekst was ontzettend waar. Dat kon je gewoon uitrekenen. 2,4 miljoen sociale huurwoningen. Op dat moment ongeveer 8 miljoen woningen. Nou, dan kun je uitrekenen dat de kans vrij groot is dat je in een corporatiewoning woont. En de kans is ook heel groot dat je daar helemaal niet van bewust was. Want ja, wat is dat nou voor bijzonders? Waarom zou je moeten weten dat je bij een corporatie huurt? Is dat dan wat raars? Is dat dan wat opvallends? Nee, dat is het helemaal niet. Dat moet het ook helemaal niet zijn. Dat moet heel normaal en heel vanzelfsprekend zijn dat je gewoon bij een corporatie een woning huurt. Want je bent gewoon een huurder die een fatsoenlijke huisbaas wil en een fatsoenlijke woning wil tegen een redelijke prijs. En dat heel normaal altijd geweest is in Nederland. Dat is denk ik de grootste prestatie die we met elkaar geleverd hebben. Dat is de maatschappelijke taak waar we met z'n allen ook voor staan. En dat is tegelijkertijd waar we ons zorgen over moeten maken. Kijk, Nederland is niet bijzonder omdat we woningcorporaties hebben. Ook niet omdat we een sociale huursector hebben. Want dat heb je allemaal in België ook en in Frankrijk en in Engeland en in Amerika. Maar in al die landen geldt, als je daar bij een corporatie huurt, bij een housing association, dan ben je er wel degelijk van bewust dat je kennelijk iets bijzonders bent. Want dan woon je waarschijnlijk ergens aan de rand van de stad in een betonnen kolos, te midden van allerlei mensen die het ook niet zo goed getroffen hebben in het leven. En dat hebben we in Nederland weten te voorkomen. En dat is niet het stickertje wat op de sociale huursector geplakt is. Je hoeft je in Nederland niet te schamen voor het wonen bij een woningcorporatie. Het is heel normaal. Althans,
Dat zou het moeten zijn. Maar toch zie ik steeds vaker kopteksten in de krant staan zoals die daar rechtsonder op het plaatje. Wie hier woont staat 1-0 achter. Dus we zijn aan het verschuiven, er is iets aan het gebeuren. We gaan eigenlijk de kant op die andere landen ons voorgegaan zijn. En als we niet uitkijken, dan krijgen we ook een sociale huursector waar het niet heel normaal is om te wonen, maar waar het iets bijzonders is, waar allemaal mensen wonen die misschien wel pech gehad hebben in het leven. En dat moeten we proberen te voorkomen. Nou, dat is niet iets wat van de een op de andere dag gebeurt. Er is ook geen grote knop waar je aan kunt draaien om dat te realiseren of te voorkomen. Het zit wel ingewikkelder in elkaar, misschien ook wel geniepiger. Het is denk ik een soort optelsom van allerlei kleine stapjes die er, als we niet uitkijken, ervoor zorgen dat we daar rechtsonder uitkomen. Als we even terug gaan in de tijd, dan zien we dat er de afgelopen jaren twee bewegingen zich voltrokken hebben. En die twee bewegingen gaan allebei de verkeerde kant op. De eerste die gaat over de vraag voor wie de corporatie en de sociale huursector er eigenlijk is. Nou, die doelgroep is een stuk kleiner geworden. En de tweede gaat over de dominantie van het marktdenken. De markt is heilig verklaard, de markt geeft altijd het goede antwoord. Althans, daar zijn we in gaan geloven. Eerst maar even die eerste ontwikkeling. En ik sluit aan op wat Myrthe daar al over verteld heeft en de cijfers die Myrthe ook heeft laten zien. En dat doe ik omdat het punt zo heel erg belangrijk is. Kijk, als je wat langer in de tijd teruggaat, zeg maar naar de grote opbouwjaren van de corporatiesector, de wederopbouwperiode, toen werd het corporatiebezit bewoond door alles wat we nu vitale beroepen noemen. Onderwijzeressen, verplegers, leraren, politieagenten, dat was dat traditionele achterban van woningcorporaties. En als je nu kijkt en je leest de stukken van de Europese Unie erop na, dan zie je daarin dat gesproken wordt over sociaal achtergestelden als de doelgroep van woningcorporaties. Ik kan het woord nauwelijks uit mijn mond krijgen, maar dat is zoals de Europese Commissie tegenwoordig praat over de doelgroep van woningcorporaties. De vorige sheet mag nog even terug, alsjeblieft. Nou, er zitten heel wat jaren tussen. En je zou kunnen zeggen dat zeg maar de afgelopen 30 jaar dat er een grote beweging zich voltrokken heeft waarin je kunt zien dat de sociale huursector steeds meer door lagere inkomens wordt bewoond en dat dat aanvankelijk eigenlijk helemaal niet zo gek was. We hebben ook een hele andere woningvoorraad dan 30 jaar geleden. De koopvoorraad is veel groter geworden, de sociale huurvoorraad is relatief kleiner geworden. Veel mensen zijn in staat geweest om die koopwoning te bemachtigen, ook met een bescheiden inkomen. En dat is eigenlijk allemaal een vrij natuurlijke beweging geweest, waarin je ziet dat die corporatiesector wat kleiner is geworden en wat meer bewoond werd door lagere inkomens. Maar als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, dan zie je dat er een soort van versnelling zich heeft voltrokken in dat proces. En dat dat niet meer een optelsom geweest is van de keuzes die mensen zelf gemaakt hebben, maar dat het bewust beleid geweest is. Dat er bewuste keuzes zijn gemaakt om die sector kleiner te maken. Ik noem een aantal van die maatregelen. De middeninkomens, mensen met een heel normaal inkomen, die werden de deur gewezen. Die mochten de sociale huursector niet meer in. Er zijn strenge toewijzingsregels gekomen, er zijn strenge passendheidseisen gekomen. Er zijn inkomensafhankelijke huurverhogingen gekomen om mensen met een iets beter inkomen toch eigenlijk maar weg te krijgen. En er is ook een knip aangebracht in het corporatiebezit. Corporaties moesten onderscheid maken tussen hun sociale huurwoningen en vrije sectorwoningen. En er is als klap op de vuurpijl ook dat die verderfelijke verhuurderheffing ingesteld, die eigenlijk alleen maar te ontkomen was door ofwel je sociale huurwoningen te liberaliseren en over te brengen naar de vrije sector, de huur te verhogen, ofwel door je sociale huurwoningen te verkopen. Zo dreigend was die stok van de verhuurderheffing. En dat was allemaal bewust zo gedaan om ervoor te zorgen dat die huursector kleiner zou worden, eigenlijk net als in de rest van de wereld. Ja, en dan kun je natuurlijk de vraag stellen van waarom willen we dat dan? En waarom lopen we niet met z'n allen ons massaal te weer daartegen? En dat komt denk ik omdat er ook wel iets van logica in al die stappen zit. Want we zitten ook in een tijd van hele grote woningtekorten. Woningschaarste. Voor iedere vrijkomende woning staan er meerdere kandidaten op de stoep te wachten. En als dat aan de hand is, dan is het ook wel logisch om te zeggen van ja, als we dan een woning hebben met een lage huurprijs, ja, dan bestemmen we die voor iemand met een laag inkomen en niet voor iemand met een hoger inkomen. En als er dan een tekort is aan grote woningen, ja, dan vinden we niet dat mensen in een eentje de grote woning mogen, maar dan gaan we allerlei passendheidsmaatregelen maken die ervoor zorgen dat juist gezinnen daarin terechtkomen. Die verkleining van de sociale huursector en die nadruk op passendheidsregels was eigenlijk ook wel begrijpelijk. Hè? Want als je een tekort hebt aan goedkope woningen, dan vind je dat die bij de juiste mensen terecht moeten komen. En dan is het heel verleidelijk om te zeggen, nou ja, als we die nou daar een plek geven en we vinden dat die daar passend woont, dan kunnen we die puzzel zo gaan schuiven dat iedereen uiteindelijk passend woont. Dat is soms zelfs denk ik heel erg verstandig om dat zo te doen.
Alleen, je moet er niet in doorschieten. Je moet er heel erg mee uitkijken, want wat je aan het doen bent met al dat gepuzzel, is dat je in feite zegt van, u mag daar niet wonen en jij moet daar wonen en jij moet zoveel huur betalen tenminste en jij mag niet zelf kiezen waar je wil wonen. En daar moet je heel erg terughoudend in zijn, want als je meer van dat soort maatregelen neemt, dan ga je dus meer weg van die sector waar het heel normaal en vanzelfsprekend is om te wonen. Dus dat is een belangrijk aandachtspunt. Het is logisch en soms zelfs ook wel nodig om allerlei van die passendheidsmaatregelen te nemen. Maar tegelijkertijd moet je er ook zo ver mogelijk van weg blijven. Dan nog de tweede ontwikkeling die hier op deze sheet staat. Marktconform is de norm geworden. En er zitten eigenlijk twee vragen achter. Hoe rijk is de corporatie nou eigenlijk? En wat zou nou een redelijke huurprijs zijn? En bij die vraag hoe rijk de corporatie is, daar zien we iets heel vreemds. Ik zei het al, ik werk bij een corporatie die 14.000 woningen verhuurt. Die 14.000 woningen die brengen bij elkaar 90 miljoen euro aan huur op per jaar. Maar als je bij ons in de jaarrekening kijkt, dan staat er dat we 120 miljoen euro winst gemaakt hebben. Nou, dat kan natuurlijk niet. Als je 90 miljoen euro binnenkrijgt, kun je niet 120 miljoen euro winst maken. Behalve in de corporatiewereld, althans in de boekhouding van de corporaties. Want daar wordt niet alleen gekeken naar de opbrengsten en naar de uitgaven, naar de kasstromen, maar er wordt ook gekeken naar de waarde van die woningen. En de waarde van die woningen, die wordt berekend door te kijken naar de vraag, wat zou dat nou opbrengen als je die woningen gaat verkopen? Wat is de marktwaarde? Ja, en daar gaat het lastig worden, want die marktwaarde is natuurlijk ontzettend hoog met al die stijgende verkoopprijzen. Dus zo lijkt het alsof corporaties schathemeltje rijk zijn, alleen het is allemaal monopoliegeld. Je kunt er geen rekening van betalen. Maar er gebeurt natuurlijk wel iets in de hoofden van allerlei mensen die dat zien. Hè, en die denken van, daar klotst het geld tegen de plinten. Want er is bijvoorbeeld de neiging begrijpelijk om te zeggen, ja, dan kunnen we er ook nog wel wat opgaven bij. Dan kunnen we wel wat maatschappelijke taken nog toevoegen op het bordje van de woningcorporaties. Laat ze ook de verduurzaming maar betalen en noem maar op. Maar uiteindelijk worden alle rekeningen betaald uit de huuropbrengsten en niet uit die papieren waarde in de boeken. En iets vergelijkbaars zie je ook bij de vraag wat nou een redelijke huurprijs is. Ik zou zeggen, een redelijke huurprijs, je houdt verband met de kwaliteit van de woning. Die moet hoog genoeg zijn om uit de kosten te komen, maar verder zo laag mogelijk. Dat lijkt mij een redelijk uitgangspunt. Toch zie je dat in de praktijk vaak gesproken wordt over de huur die marktconform zou moeten zijn. Ik weet niet precies wat dat is, maar hier zie je ook weer dat die vergelijking met de koopsector heel vaak gemaakt wordt. Je ziet dat bijvoorbeeld in het woningwaarderingsstelsel, wat de basis vormt voor de maximale huur die je mag vragen. Daar wordt ook de WOZ-waarde steeds belangrijker in. En eigenlijk dat betekent dat als koopwoningen duurder worden, dan wordt ook de maximale huur die corporaties mogen vragen, niet hoeven vragen, maar mogen vragen, wordt ook hoger. Dus daar gebeurt ook iets wat niet goed gaat. Hè? En daar kun je in financiële zin naar kijken. Maar ik vind het eigenlijk nog belangrijker wat er vervolgens in de hoofden van mensen gaat gebeuren. Want als je zegt, eigenlijk moet de huur marktconform zijn, dan ga je op een andere manier naar je huurders kijken. Dan zeg je bijvoorbeeld tegen iemand die een redelijk inkomen heeft, maar die een huur betaalt die lager is dan de markthuur, dan zeg je, ja, eigenlijk zijn we u een beetje aan het subsidiëren, volkomen onterecht. U zou eigenlijk eens weg moeten, of u moet een hogere huur betalen. En tegen mensen die wel een laag inkomen hebben, die dan wel zogenaamd terecht een lagere huur betalen, dan zou je tegen kunnen zeggen van, ja, u mag ons wel een beetje dankbaar zijn, hè, want wij subsidiëren u. Wij zouden dat kunnen vragen aan huur, maar we vragen dat maar aan u, dus we mogen ook wel wat van u terugvragen daarvoor. En dat zijn allemaal valkuilen waar je volgens mij niet in moet stappen. Je moet huurders als volstrekt normale mensen behandelen. En ze niet als afhankelijken of als subsidietrekkers, want dat zijn het niet. Dus de vraag moet niet zijn, waarom is de huur niet hoger dan nu? De vraag moet zijn, waarom is de huur niet lager dan nu? Ja, dan kom ik met twee visies op sociale verhuur, twee gezichten op wat dat dan zou kunnen zijn wat een corporatie doet. Ik heb overwogen om er boven te zetten good corp en bad corp, maar dat kunnen jullie zelf ook wel uitvogelen welke waar hoort. Ik plaats er een paar opmerkingen bij. Eerst bij het plaatje rechts. Ja, laat ik het maar gewoon zeggen, dat is volgens mij toch de bad corp. Het is in ieder geval het denken over corporaties zoals je dat terugziet in het beleid van de Rijksoverheid van de afgelopen jaren en eigenlijk ook nog wel in het nieuwe coalitieakkoord. En in dat beeld is de vraag, wat doet een corporatie eigenlijk beantwoord als, wij vinden dat huurders in principe de markthuur moeten betalen. Die is meestal te hoog. Dus we rekenen voor onze doelgroep, de lagere inkomens, een lagere huur. Dus eigenlijk zijn we lagere inkomens aan het subsidiëren. We zorgen ervoor dat mensen met laag inkomen gewoon ook een betaalbare lage huur kunnen betalen. Dat is wat we doen als corporatie.
Nou, hoe doe je dat? Ja, je moet toch ergens je geld vandaan halen. Dus daar waar je aan de ene kant ervoor zorgt dat mensen met een laag inkomen ook een lage huur hebben, probeer je aan de andere kant, daar waar dat mogelijk is, bij hogere inkomens, een wat hogere huur in rekening te brengen. Of je zorgt ervoor dat je ook duurdere woningen hebt waar je een zogenaamd marktconform rendement op kunt halen, winst op kunt maken, die je vervolgens kunt gebruiken om de huur van lagere inkomens zo laag mogelijk te houden. Dat is wat je doet. En dan moet je ook kijken naar hoe je je woningen exploiteert. Hè. Voor een deel accepteer je dat je dat doet op een manier die eigenlijk te weinig geld oplevert. Maar je probeert dat bij andere mensen met een wat beter inkomen weer te corrigeren, die een wat hogere huur te vragen en daar als het ware winst te halen. Dus je moet heel sterk letten op de relatie tussen huur en inkomen. Dat is heel belangrijk dat je dat goed doet. En omdat je daarop moet sturen, moet je ook heel erg sturen op het passend huisvesten van mensen. Je moet er echt voor zorgen dat mensen met een hoog inkomen ook meer huur betalen, zodat mensen met een laag inkomen een lage huur kunnen betalen. En daar pleit natuurlijk best wat voor, hè? Want het is een soort van Robin Hood gedachte zit erachter. De sterkste schouders die de zwaarste lasten kunnen dragen. Als je er positief naar kijkt, zou je het zo kunnen zien. Wat daar wel dan onmiddellijk bij gezegd moet worden, is dat je die solidariteit dan wel binnen de groep huurders probeert te organiseren. Dus huurders met een beetje beter inkomen, die laat je de lage huur van mensen met een heel laag inkomen betalen. Ik vind zelf dat je solidariteit zou moeten organiseren binnen de hele bevolking, door alle belastingbetalers aan te slaan. Ik heb dus een uitgesproken voorkeur voor het linkermodel, het Good Corp model. Nou, wat doe je daar? Daar is de corporatie simpelweg een organisatie die doorsnee woningen verhuurt aan iedereen die er wil komen wonen. Uiteraard ook aan mensen met een laag inkomen, uiteraard ook aan mensen met een speciale woningbehoefte, mensen met een kwetsbare positie, maar in principe aan iedereen die daar wil huren. Nou, en dat zijn volstrekte doorsnee woningen die je voor je. Niet het luxe segment, maar je zou kunnen zeggen zoals de Lidl boodschappen verkoopt. Dat zijn boodschappen die aangeboden worden in dozen, op een efficiënte manier verkocht worden, een lage prijs hebben, ook betaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen, maar toch een goede kwaliteit hebben, zodat ook mensen met een wat beter inkomen daar boodschappen gaan doen. Hè. Zoals je ook je sokken en ondergoed bij de HEMA kunt kopen. Ik hoop dat je daar niet voor hoeft te schamen, laat ik het zo zeggen. Dus dat is wat je eigenlijk als corporatie probeert te doen. Op een hele efficiënte en kostenbewuste manier woningen bouwen, beheren en verhuren. Zonder dat je een winstdoelstelling hebt, zonder dat je aandeelhouders hebt die ook een deel van de poen willen hebben. En daardoor kun je de huren laag houden. En zijn je woningen betaalbaar voor lagere inkomens en tegelijkertijd interessant voor mensen die wat meer te verdienen. Nou, als je dat wil doen, dan moet je heel erg goed kijken op die kostprijsdekkendheid. Want je moet er wel voor zorgen dat je genoeg geld binnenkrijgt om de zaak aan de praat te houden. Maar meer dan dat heb je ook niet nodig. Je stuurt dan heel erg op de relatie tussen prijs en kwaliteit en kosten. De huurprijs hoort overeen te stemmen met de kwaliteit van de woning. Hoort de kosten te kunnen dekken. Maar meer dan dat heb je niet nodig. En als je dat kunt doen, als je dat kunt waarborgen, dan laat je huurders vervolgens zelf kiezen hoe en waar ze willen wonen. Daar heb je niet zoveel opvattingen over, dat mogen huurders zelf weten. Die zijn prima in staat om te bepalen wat voor hun een passende woning is. Dat is een beetje het idee van dat linkermodel. Daar moet ik direct wel een hele belangrijke kanttekening bij plaatsen, want dat klinkt misschien wel mooi, maar dat model lukt alleen maar als je de kosten laag kunt houden. Als je de kosten laag kunt houden, zodat je ook de huren laag kunt houden. En daar ging het de afgelopen jaren sowieso op mis, met die verhuurdereffing. Daar gaat het de komende jaren iets minder op mis, maar ik ben er nog niet gerust op. En daarmee ben ik bij het laatste plaatje. Als ik kijk waar we nu staan, ik zal het hier kort houden, want misschien zitten er een paar thema's in waar we zo meteen wel verder over kunnen praten. Dan is dat thema van die kostprijzen en die steeds maar oplopende kosten toch wel heel erg belangrijk. We hebben met z'n allen de opgave om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat we ook de huurprijzen zo laag mogelijk kunnen houden. En dat vergt ook een intiem samenspel tussen het werk van de corporaties, het werk van de gemeente met hun grondprijzen en ook alle lasten die er van de kant van de Rijksoverheid op losgelaten worden. En ik denk dat er in het coalitieakkoord nu twee verschillende signalen eigenlijk staan. Aan de ene kant natuurlijk goed nieuws, die verhuurdereffing eindelijk weg. Aan de andere kant staat er wel iets over inkomensafhankelijke huurverhogingen, hogere inkomens die de markthuur zouden moeten betalen, zodat lagere inkomens een lagere huur in rekening gebracht kan worden. Dat is mijn bad corp model eigenlijk van net, dus daar ben ik niet zo gerust op. En er staan ook wat dingen in over de toekomst van de huurtoeslag, waar we ook van moeten zien hoe dat uit gaat pakken. Want die huurtoeslag, dat is uiteindelijk wel de grote rekeningenbetaler.
Dus ik ben er niet van overtuigd dat het de komende jaren goed gaat. Ik denk wel dat we één ding met z'n allen moeten doen. We moeten volgens mij gewoon keihard blijven roepen dat die sociale huursector er is voor iedereen. Gewoon simpelweg voor iedereen. En we moeten ook blijven roepen dat de huur gewoon zo laag mogelijk moet zijn. En zijn we er dan? Nee, natuurlijk zijn we er dan niet. Dat is veel te gemakkelijk als we dat maar roepen dat het dan ook gebeurt. Maar ik denk als het tegenovergestelde gebeurt, als we blijven roepen dat de sociale huursector en woningcorporaties er alleen maar zijn voor de laagste inkomens. En we blijven roepen dat de huur in principe marktconform moet zijn. Dan eindigen we in ieder geval daar aan de verkeerde kant, daar net als al die andere landen, daar op het punt waar we niet willen zijn. Daar wou ik het voor nu even bij laten en ik hoop dat we zometeen weer over verder kunnen praten. Dankjewel, Arjen. Mooie uiteenzetting en ook wel fijn om gelijk al een beeld te hebben van wat nou een good corp is en wat nou een bad corp is. Kunnen we het zo nog iets verder over hebben. Mocht je nou thuis zitten mee te kijken via de livestream en je hebt vragen, stel ze dan vooral via de chat. Dan neem ik ze zo dadelijk mee in het gesprek. Maar voordat we met z'n allen in gesprek gaan, wil ik eerst Fuad Akka nog naar voren roepen. Fuad is van de klantenraad van Woonstad Rotterdam. En we hebben hem gevraagd om ons te vertellen wat er nou precies op papier staat over de zeggenschap van de huurders. Over hoe het functioneert, hoe feitelijk en hoe het ook op papier beter zou kunnen. Mag ik een warm applaus voor Fuad? Goed, goedenavond. Mijn naam is Fuad Akka. Ik ben van de klantenraad van de woningcorporatie Woonstad. Ik heb geen presentatie, maar ik ga jullie gewoon kort vertellen van wat wij doen, hoe wij het doen en waar we tegenaan lopen eigenlijk een beetje als klantenraad. Nou, jullie weten allemaal, elke woningcorporatie moet natuurlijk een huurdersvertegenwoordiging hebben. Woonstad is in Rotterdam de grootste corporatie. En de klantenraad Woonstad bestaat uit ongeveer 10 leden, huurders. We doen het allemaal vrijwillig. Afspraken die we maken met Woonstad als het gaat om vertegenwoordiging van huurders, wordt dan vastgelegd eigenlijk in een SOC, noemen we dat, een samenwerkingsovereenkomst, heel formeel. Dus formeel worden alle afspraken vastgelegd, de rechten en plichten van ons als klantenraad, als huurdersorganisatie en natuurlijk de rechten en plichten van Woonstad als corporatie. Als klantenraad vertegenwoordigen wij dus de huurders, maar ook de eigenaren van een MVE-woning, dus de mensen die hebben gekocht van Woonstad. En ook de huurders van bedrijfspanden, van onroerend goed. Het is best wel een flinke groep huurders die wij moeten vertegenwoordigen. En het lastige is, als ik nu kijk naar hoe de klantenraad van Woonstad er nu uitziet, allemaal huurders. We hadden één koper, maar die is er na een jaar toch weer uitgestapt omdat het te veel werk is. Dat raakt natuurlijk ook gelijk een beetje de kern. Het is veel werk. Ik bedoel, je krijgt allerlei stukken vanuit de corporatie op je af als klantenraad. Meestal heb je adviesrecht op. Ik bedoel, als klantenraad heb je zeg maar eigenlijk drie soorten instrumenten. Je hebt informatierecht. Dus wij kunnen aan Woonstad elke keer vragen van, joh, wij willen graag wat meer weten over het punt van, ik noem maar wat, servicekostenbeleid of verkoopbeleid. We hebben ook adviesrecht over heel veel punten. Bijvoorbeeld over de huuraanpassingen, huurverhogingen. En we hebben instemmingsrecht. En instemmingsrecht is eigenlijk het meest belangrijkste instrument. Want dat betekent dus dat je als beide partijen moet je eigenlijk overeenstemming hebben. En instemmingsrecht hebben we eigenlijk over de benoeming van de huurderscommissaris, voor de Raad van Commissarissen. Over de servicekostenbeleid hebben we instemmingsrecht. En even kijken, en over een fusie. Dus als Woonstad wil gaan fuseren, daar hebben wij ook instemmingsrecht over als huurdersorganisatie. Verder hebben wij in de klantenraad diverse werkgroepen opgericht, omdat het best wel veel is wat je allemaal moet behappen. En we hebben een werkgroep als het gaat om duurzaamheid, ook een heel belangrijke item nu. Woonstad is ook bezig met heel veel woningen van het gas af te halen. Nou, daar is onze werkgroep duurzaamheid mee in gesprek met Woonstad. We hebben een werkgroep huur en beleid. Dat bespreken we met name bijvoorbeeld, belangrijk onderwerp, de prestatieafspraken die we maken met de gemeente. Maar ook de meerjaren investeringsbegroting, de huurverhogingen. Nou, dat wordt allemaal besproken in die werkgroep huur en beleid. En daarnaast hebben we ook een werkgroep die gaat over de communicatie en over de dienstverlening vanuit Woonstad. Ook een heel belangrijk onderwerp. En als klantenraad moeten we natuurlijk altijd onze achterban raadplegen. Onze huurders. Dat is natuurlijk het belangrijkste gedeelte van om te weten, wat leeft er nou onder de huurders? Nou, dat doen we vaak 1 of 2 keer per jaar. Nou, vanwege corona konden we het niet fysiek doen, maar doen we het digitaal.
En ik moet zeggen dat dat best wel gelukt is. We hadden bij de laatste klantenraadpleging ongeveer 400 mensen die inlogden. Dat is best wel veel, vind ik persoonlijk. Maar dan merk je ook dat digitaal is toch wat makkelijker. Mensen zitten in hun eigen woonkamer, die kunnen even inloggen, kop thee naast zich, kop koffie. En kunnen naar de wc gaan wanneer ze willen. Dus het is toch wat makkelijker, toegankelijker, merken wij. Maar goed, we willen toch dit jaar fysiek proberen om fysiek een aantal bijeenkomsten te doen, wijkgericht. Om toch wat persoonlijke contact te hebben met de huurders. Wat verder ook belangrijk is, dat staat ook allemaal in die samenwerkingsovereenkomst. Hè. Dan gaat het verder over het kiezen van leden voor de klantenraad. Wat Woonstad voor rechten heeft als het gaat om communicatie met ons als klantenraad. Wat verder ook belangrijk om te melden is, we zijn natuurlijk de afgelopen jaren traject ingegaan van de prestatieafspraken. Hè, met gemeente en met Woonstad als huurdersorganisatie. En het is natuurlijk een heel ingewikkeld traject, hè, die prestatieafspraken. Ik bedoel, gemeente en Woonstad maken met elkaar eigenlijk min of meer afspraken over wat gaan ze de komende 2 jaar doen. Waar gaan ze op inzetten? Hoeveel woningen worden erbij gebouwd? Hoeveel woningen worden verkocht? Hoeveel woningen worden geliberaliseerd naar de vrije huursector? En wat wij hebben gemerkt als klantenraad is dat je eigenlijk een heel weinig te vertellen hebt. Het is met name de gemeente die een hele machtige positie heeft in het hele traject van de prestatieafspraken. Want ze bezitten de grond. Ze zijn eigenlijk ook marktmeester eigenlijk erin en ze bepalen best wel veel. En Woonstad heeft ook wel invloed, maar vaak zijn ze ook gebonden aan oude afspraken die gemaakt zijn met de gemeente. En als klantenraad of als huurdersorganisatie heb je toch niet veel te vertellen erin. Dus dat vonden wij op zich best wel lastig. Vandaar dat wij ook die prestatieafspraken niet hebben getekend. Maar niet alleen wij, maar ook de andere huurdersorganisatie hebben de prestatieafspraken ook niet getekend. En eigenlijk waarom? Om één punt. Vermindering van de sociale huurwoningvoorraad. Ik bedoel, dat blijft nog steeds staan in die hele prestatieafspraken. En met name de onderlegger, hè, van die hele prestatieafspraken, de woonvisie. Maar ook de BOK, de wijken in balans, ook natuurlijk best wel een probleem. En niet te vergeten, was volgens mij ook net een keer genoemd, Nationaal Programma Rotterdam-Zuid is ook wel een keer genoemd. Ja, dat is ook een project wat feitelijk inzet op vermindering van de sociale woningvoorraad in Rotterdam. En daar waren wij ook tegen. Dat was eigenlijk een van de belangrijkste redenen dat wij hebben gezegd als huurdersorganisatie, samen ook met andere huurdersorganisaties overigens, van wij tekenen niet. Dus die prestatieafspraak hebben wij niet getekend. Daarom eigenlijk. Nu is het ook voorgelegd aan de minister, hè, het geschil met de gemeente. En ze nu afwachten, kijken wat dat gaat opleveren. Maar goed, ik bedoel, jullie zien het denk ik ook wel. Hè. We hebben net de twee verhalen van de Tweebosbuurt gehad. Hè. En wat wij ook vaak aan Woonstad voorleggen is, als het gaat om sloop en nieuwbouw. Van stel jezelf de vraag, voor wie ga je bouwen? Bouw je voor de mensen die er nu wonen? Of wil je een hele nieuwe doelgroep aanboren die daar komt wonen? En vaak is het laatste natuurlijk. En wij pleiten ervoor van, joh, als coöperatie, en volgens mij had Meerte ook het voorbeeld van die vrije burg, hè. Ga eerst in gesprek met de mensen die wonen in zo'n wijk, in zo'n complex. En vraag aan hun ook van, joh, hoe zou je het liefst willen wonen? Heb je het hier naar je zin? Wil je hier blijven wonen? En op basis van zo'n woonwensinventarisatie, ga dan aan de slag met een nieuwbouwplan, met een soort nieuwbouwtekening. He, want op die manier zorg je dat woners worden betrokken bij het geheel, maar ook dat iedereen die terug wil keren ook terug kan komen. He, dus wij hebben vaak gezegd, draai het om. Ga eerst in gesprek, kijk wat de woonwensen zijn, betrek bewoners bij het inrichten van hun eigen woning of eigen woonomgeving. En ga dan pas, gebaseerd op de woonwensen, aan de slag met het maken van een nieuwbouwtekening. Maar goed, dat is natuurlijk volgens mij een hele lange traject nog te gaan. Verder, wat kan ik nog meer zeggen over de klantenraad? Volgens mij is dat denk ik wel het belangrijkste, een beetje in een heel kort notendopje wat wij ongeveer doen, denk ik. Ja, goed. Dankjewel, Fuad. Zo, dan is het nu tijd om ook de andere sprekers naar voren te roepen, want we gaan met elkaar het gesprek aan. Meerte, Arjen. Ik begin maar. We hebben een hoop vragen ook al binnengekregen. Mochten jullie thuis nu toch nog meer vragen hebben, stel ze dan vooral, dan kan ik ze meenemen. Zou jij misschien aan die kant willen staan? Dan ga ik allereerst beginnen met
Nou ja, wat er nou precies moet gaan veranderen. Voordat ik begin eerst even bij jou. Want ik vind het wel fascinerend om te horen hoe er dan afspraken worden gemaakt met de gemeente. Die netto hoe dan ook uitkomen op een vermindering van het aantal sociale huurwoningen. Waarom zou een corporatie dat tekenen? Heeft een corporatie daar... Het is toch de kern van wat ze zouden moeten doen? Ja, klopt. En waarom dan toch tekenen? Ja, dat is omdat die hele prestatieafspraken die zijn gebaseerd op de woonvisie. Mm-hmm. En in de woonvisie hebben de gemeente en de corporatie natuurlijk al een tijdje geleden afspraken gemaakt. Dus mm-hmm. ze zijn gebonden aan die hele woonvisie. En dat maakt het lastig. Maar, kijk, de corporaties hebben vorig jaar hebben ze wel een soort brandbrief gestuurd naar de gemeente en naar de commissie van Wonen en Bouw en Toezicht. Waarin ze ook hebben gezegd van, joh, wij maken ons heel ernstig zorgen over vermindering van de sociale woningvoorraad. Maar ze hebben ook aangekaart dat de cijfers die de gemeente presenteert en die de wethouder heeft gepresenteerd, ook niet kloppen. Waarom kloppen ze niet? Nou ja, te rooskleurig. Er wordt, bijvoorbeeld studentenwoningen worden vaak toegevoegd als zijnde sociale huur. Maar ook koopwoningen werden toegevoegd als zijnde sociale huur. Dus dan krijg je best wel mooie getal, terwijl het helemaal niet klopt. Dus de cijfers zijn een beetje aangedikt. Ja, nee, ja. Ja. We kregen er net aan het begin van de avond ook al een soort driehoek te zien waar de corporatie zich dan zou bevinden. En zo tussen drie vuren en het politiek, dat trekt toch wel heel erg hard. Is er iets wat de corporaties zouden kunnen doen om misschien zich wel niet gebonden te houden aan die woonvisie, maar terug te gaan naar de kern van wat ze zouden moeten doen? Ik vind het lastig om heel erg gemakkelijk niet te houden aan een woonvisie. En dat zeg ik ook omdat ik vind dat corporatie eigenlijk toch ook maar een vreemde organisatie is. Ik geloof dat André de vraag al stelde van wie is die organisatie nou eigenlijk, van wie is de corporatie nou eigenlijk? Nou, dat blijft inderdaad een lastige vraag. Hij is in ieder geval niet van de directeur-bestuurder, ook niet van het managementteam. Mm-hmm. En je kunt wel zeggen wat de gemeente allemaal wil, dat is toch wel democratisch gelegitimeerd. Er is een gemeenteraad die daarop toeziet en als je het er niet mee eens bent, dan moet je maar anders gaan stemmen. Dus daarom hecht ik wel aardig wat waarde aan een gemeentelijke woonvisie. Als je het er niet mee eens bent, dan moet je bij de gemeente zijn en dan moet je dus anders maar gaan stemmen. Of je politici proberen te beïnvloeden, dus dat ze een andere kant op gaan. Maar als de cijfers dan aangedikt zijn, hoe kun je dan als burger goed geïnformeerd een weloverwogen keuze maken? Nou, je mag natuurlijk sowieso als... Ik vind het wel van belang dat er drie partijen aan tafel zitten. Dus naast de gemeente en de huurdersorganisatie en de corporatie zit je met z'n drieën. En natuurlijk is het zo dat je daar als huurdersorganisatie moeilijk hebt, hè? Want je hebt gewoon geen formele macht, je hebt geen geld, hè? Je kunt geen dingen inzetten die de corporatie zelf of de gemeente wel in kan zetten. Maar je kunt in ieder geval wel heel veel vragen stellen. Ik denk dat je moet proberen een bondje te sluiten met de corporatie als het erop aankomt. Je mag in ieder geval de corporatie dwingen om uit te leggen wat die allemaal van plan is. En als je het niet begrijpt, dan moet je inderdaad gewoon die afspraken niet ondertekenen. Dat geldt zowel richting corporatie als richting gemeente. En je hebt natuurlijk wel de macht om te zeggen van ja, uiteindelijk zijn wij de mensen om wie het gaat. Wij zijn de mensen die de huur betalen, wij zijn de mensen die de rekeningen betalen, dus wij mogen wat verwachten. En die positie kun je denk ik ook wel uitbuiten in de publiciteit, in de opinie. Dus misschien kun je dan toch wel meer dan je aanvankelijk zou verwachten als je kijkt naar de formele machtsinstrumenten die je hebt. Ja. Maar je moet er met z'n drieën uiteindelijk uit zien te komen. Ja, helder. Myrthe, van jou wilde ik tot slot nog even weten, voordat ik naar de vragen vanuit de zaal ga. Ja. Hoe heb je naar zijn verhaal geluisterd? Jij vertelde tijdens je presentatie over de slotsom, dat de corporaties verlies leiden. Je refereerde aan de WOZ-waarde. We hoorden toch weer het woord monopoliegeld. Hoe zit het nou eigenlijk met... Ja, nou Arjen, ik ken elkaar, we hebben dit gesprek misschien wel vaker gevoerd. Ik ben het op heel veel punten eens met Arjen. Maar zoals Arjen ook zegt, het is ook een weerbarstige werkelijkheid. Er is ook één punt waarop ik het niet eens ben. Dat is namelijk het stukje, bepaal je de huur op basis van de kwaliteit van de woning? De manier waarop we dat nu doen, hoe woningen punten krijgen in het stelsel in Nederland, zou dat betekenen dat je op een dure plek nooit meer goedkope sociale huur zou hebben, alleen nog maar dure. En op een goedkope plek dat wel zou hebben, dat vind ik wrang. Want ik vind dat we ook een soort algemeen maatschappelijk belang hebben om een inclusieve stad te hebben waar iedereen overal kan wonen. Maar verder sta ik helemaal achter zijn verhaal. En ik weet ook dat hij daar genuanceerder over denkt en dat nu hier in de sheet stond. Ik zie ook heel veel vragen binnenkomen over de bewonersparticipatie. En ik wil wel heel even... Kun je de vragen eerst als je hem... Ja, maar het is meer een algemene zin. Dit speelt heel erg, merk ik, bij het publiek. En dat is ook heel goed.
En ik hoor jou praten en ik denk, wauw, wat doen jullie veel. Want ik ken heel veel bewoners, raden, klanten, raad noemen jullie geloof ik. Nou goed, het heeft altijd een andere naam, maar in ieder geval de georganiseerde bewoners. En dat is dus gewoon vrijwilligerswerk. Mm-hmm. En eigenlijk vraagt, en dat is ook hoe de wetgeving is geregeld, van deze bewoners meer dan bijvoorbeeld van leden van de raden van commissarissen. Want ze moeten allemaal beleid, moeten ze advies opgeven en op allemaal dingen moeten ze meepraten. Ze moeten helemaal meedoen in het hele overlegcircuit met de gemeenteraad en zo. En het is fantastisch dat jullie dat allemaal doen. Maar ik denk wel dat snel ondergesneeuwd raakt dan bij bewoners dat ze ook zelf iets mogen agenderen. Want je wordt zo onder stukken en onder overleggen bedolven. En dus ik zou ook, want volgens mij kijken er heel veel actieve bewoners, ook willen aanraden om af en toe te denken van ja, maar wat vinden wij nou belangrijk? Mm-hmm. Dus niet alleen maar amenderen op wat de woningcorporatie voorstelt, maar ook die rol pakken. En dat is lastig omdat er zoveel van je gevraagd als wordt. Als er nog tijd over is voor ja. Tussen alles wat er nog van je gevraagd wordt. Ja, ja, precies. Laten we even kijken naar de vragen. Nou, ik vind de tweede vraag wel interessant. Wat de Rotterdamse politiek kan doen voor de wooncorporaties, ook in aanloop naar de verkiezingen in maart. Wat zouden jullie van de politieke partijen verlangen, verwachten, hopen? Alles. Dus de lokale politiek, nou ja, dus de landelijke politiek kan heel veel dingen doen. Daar zijn heel veel presentaties iets over gezegd. En de lokale politiek, die is dus leidend in hoe het gaat met het wonen in de stad. Want die maken een woonvisie voor maximaal 5 jaar. En daarin leggen ze eigenlijk vast, dit is hoe wij het wonen zien in de stad. En woningcorporaties hebben zelfs een wettelijke plicht om daar binnen de middelen die ze hebben aan bij te dragen. Mm-hmm. Dus woningcorporaties mogen niet zomaar zeggen, nou, we gaan echt totaal anders doen dan wat de gemeente hier wil. Dus de gemeente is totaal leidend. Dus in het maken van de woonvisie, in bouwlocaties, in zorgen dat er genoeg ruimte is voor betaalbare woningen. Nou ja, in groeit het aantal sociale huurwoningen of niet. In hou je buy-to-let, dus mensen die van alles opkopen. Dus er is zo ontzettend veel wat de gemeente kan doen als het om wonen gaat. Daar kunnen we nog een keer een doordenkavond over. Voor wat? Ja. Maar ik denk wat belangrijk is dat de politiek met name goed moet opletten, zoals in de woonvisie bijvoorbeeld. Tussen de regels door wordt er gewoon ingezet op vermindering van sociale woningvoorraad. Als je gaat kijken naar Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, maar ook wijken in balans, wordt er met name alleen in bepaalde wijken wordt er ingezet op minder sociaal en meer dure huur. Maar in andere wijken, waar er dus juist heel veel dure huurwoningen zijn, gebeurt het niet andersom. Hè? Dus daar geldt die wijk in balansregel niet. Mm-hmm. Snap je? Dus het is ook oneerlijk wat daar gebeurt. Dus ik denk dat politiek heel scherp moet gaan kijken van, joh, wat voor invloed heeft nu zo'n woonvisie nou op de sociale woningvoorraad? Op de kwetsbare groepen bijvoorbeeld en op de betaalbare huurwoningen. Mm-hmm. Dus ja, met name, kijk daar goed naar en ga niet zomaar akkoord met... Zeker als je dus beleid op beleid hebt, dus verschillende vormen die elkaar versterken. Voort, er is nog een vraag voor jou binnengekomen, ook met betrekking tot de klantenraad. Ogenblikje. Met betrekking tot die klantenraad. Ja, en het heeft ook te maken met wat je nu net vertelt. Als het gaat over de vermindering van die sociale huurwoningen, ook door middel van sloop gebeurt dat. Wat kunnen jullie als klantenraad? Kun je sloop en verkoop echt tegenhouden? Of is het vooral protest aantekenen en maar hopen dat er geluisterd wordt? Nee, ja, aan ons wordt vaak dan advies gevraagd. Mm-hmm. Mits er geen bewonerscommissie is in zo'n complex. Kijk, als er een bewonerscommissie is in zo'n complex, nou, dan gaat Woonstad eerst in gesprek met de bewonerscommissie. Is er geen bewonerscommissie, ja, dan vragen ze aan ons advies eigenlijk. Mm-hmm. En dan proberen wij altijd toch te voorkomen dat er vaak gesloopt wordt. Of tenminste, als er wordt gesloopt, moeten er evenveel sociale huurwoningen bij komen. Dat vinden wij belangrijk. Mm-hmm. En wij zeggen ook altijd recht op terugkeer. Bewoners die echt terug willen keren, moeten terug kunnen keren in hun wijk. Tegen dezelfde huurprijs? Dezelfde aantal vierkante meter? Dat is lastig. Ja, dat is de discussie die je dan moet hebben. Ja, dat. Hopelijk wel natuurlijk, dat wil je wel bereiken. Ja, ja. Maar vaak merk je, hè, ik bedoel, als, ik zal maar voorbeeld noemen, project bijvoorbeeld, nou, Tweebosbuurt bijvoorbeeld is natuurlijk een mooi project. Daar zaten mensen ook voor een huur van misschien 400, 500 euro. Maar ja, dat krijg je niet meer terug. Ik bedoel, als Woonstad gaat slopen, ja, dan krijg je toch... Je gaat sowieso meer huur betalen, dat is het probleem. Mm-hmm. Ja. Pijnlijk.
Heel pijnlijk, zeker. Ja. Want je krijgt die huur ook niet elders. Nee. Dus nee. Je bent hoe dan ook. Precies. De Sjaak. Ja. 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 Sloop voorkomen. We hebben in Nederland ontzettend veel sociale huurwoningen die in de wederopbouwtijd zijn gebouwd. Die toen ook niet zijn gebouwd met de gedachte dat die tot in de eeuwigheid zouden kunnen meekunnen. Toen moest vooral hele snelle productie. Mm-hmm. Dus die kunnen gewoon die zijn op een gegeven moment ook op. En dat geldt niet voor alle woningen, zeker ook niet voor alle woningen in de Tweebosbuurt die gesloopt worden. Maar je moet af en toe accepteren dat woningen op zijn. En dan moet je ervoor zorgen dat de bewoners die daar zijn recht hebben op terugkeer. Ook betrokken worden bij betrokken de worden. Van hun eigen nieuwe woonomgeving. Ja, wat mij betreft moeten er ook afspraken over huur gemaakt worden. Ik weet dat er niet veel corporaties zijn die dat doen. Maar Ik denk dat wel het eerlijkste is wat je kan doen voor die huurders. Ja, zeker. Heeft u een vraag? Die getallen kloppen niet meer. Nee. Maar die zijn al behaald, die doelstellingen zijn al behaald. Ja. En ze houden vast aan de wijkequivalent. Ja. En bij die wijkequivalent land zijn de wijken met veel sociale woningbouw verdacht. Die zijn de dupe. Mm-hmm. Maar de partijen, partijen VVD, weten hoe ze stemmen. De partijen tussenin, die hebben steeds teleurstellend gestemd. D66, PvdA en GroenLinks. Dus alles wat aan de andere kant zat, had net te weinig stemmen. Mm-hmm. Dus het is wel belangrijk dat we gaan stemmen. En als we dan in dit geval, Partij voor de Dieren doen het wel goed. Die zijn de partij en die doen het prima. Ja. Ja. Maar het is stimuleren om te gaan stemmen. Stimuleren om in je eigen omgeving deze discussie aan te kaarten. Mm-hmm. Ja. Ja. Kortom. Helder. Voor de mensen thuis, omdat jullie het niet kunnen verstaan, zal ik het even kort opsommen. Er wordt hier een pleidooi gehouden, een heel vurig pleidooi gehouden, voor een hoge opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart. Met de hoop dat er ook anders gestemd gaat worden. Ik zal niet herhalen waarop, maar dat er anders gestemd moet gaan worden. Dank u wel. Heeft u iemand anders in de zaal nog een vraag, voordat ik weer naar de talloze vragen op het scherm terug ga? Ongeacht wie de landelijke wetgeving maakt, dat ze die wil volgen. Dat vaak de besturen en de directies erg politiek gelieerd zijn. En dat ze eigenlijk totaal geen respect hebben voor, we hebben het constant over huurders, maar het zijn gewoon klanten. En de Lidl-gedachte, het zijn gewoon klanten. En naar mijn mening, ik ben aan de actiekant actief geweest, maar ook bij diverse raden van toezicht van woningcorporaties. Mm-hmm. Naar mijn gevoel werkt het alleen maar als je je klanten in staat stelt goed en zelfstandig denkend en handelend te wonen. En daarbij, dat bedoel ik dus ook mee, onafhankelijk van de politiek. Want de ene keer, de een geeft veel huurtoeslag, de ander wil geen huurtoeslag geven. En eigenlijk moet je als verhuurder ertoe bijdragen dat alle klanten eigenlijk onafhankelijk van die huurtoeslag kunnen wonen. Ja. Dat doe je door de kostprijs van je product zo laag mogelijk te houden. En ik zie dat ze eigenlijk van het inrichten van hun bedrijfsvoering, maar ook van hun hele kantoor, computermanagement, eigenlijk ongelooflijk te veel geld uitgeven. Te grote directies, te grote raden van toezicht, veel te veel personeel. Dat kunnen allemaal veel handiger, slimmer en smarter, waardoor ze enorm veel kosten kunnen betalen. Ja. En ze lenen te veel. Eigenlijk wat sommige klanten bij heel veel corporaties doen, is ongeveer 80 cent.
Ja. Bij havensteden ben ik me daar Ik ga het even herhalen, want er zitten mensen thuis en die krijgen het allemaal anders niet mee. U vindt dat de banden tussen de woningcorporaties, even gechargeerd gezegd, te stevig zijn met de politiek. Het is eigenlijk wel wat we eerder gezegd hebben. Uiteindelijk is het volgens mij zo, wat ik jullie hier hoor zeggen, is dat de corporaties uitvoerend zijn en dat de politiek beslist. Ik heb denk ik goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is wel dat dat veranderen is. Ik denk dat veel corporaties een stuk activistischer aan het worden zijn. Meerte en ik kennen elkaar vanuit een actiegroep van woningcorporaties. We zijn gestart met de actie Ik wil een huis. Gewoon omdat we ook zeiden van ja, al dat gedoe in Den Haag is allemaal leuk en aardig. Maar we willen gewoon de verhalen horen van mensen, van onze klanten, onze huurders, onze bewoners. Die gewoon in de shit zitten, die gewoon in de pre zitten. Dus daarom zijn we ook een actie gestart als twee corporaties. Om dat meer publiciteit te geven. En ik denk dat we daarmee zeker niet de enige waren. Ik zie dat bij veel meer corporaties terug, dat ze een stuk activistischer zijn dan de corporatie van vroeger, die inderdaad toch wel wat erg goed luisterde naar de lokale of de rijkspolitiek. Het tweede punt dat u maakte vind ik wel heel erg belangrijk, hè? Want u had het over die huurprijzen die maar hoog blijven worden en die eigenlijk gedekt worden door de huurtoeslag, hè? Dus het lijkt alsof wij allemaal betaalbare woningen aanbieden, dat is natuurlijk onzin. Driekwart van onze huurders kan de huurprijs helemaal niet betalen. Die kunnen dat alleen maar omdat daar slotenvol huurtoeslag bij gaan. En dat vind ik op zich prima. Er hoeft wat mij betreft geen cent bezuinigd te worden op de huurtoeslag. Maar wat ik wel een groot probleem vind, is dat steeds meer huurders steeds meer afhankelijk worden van die huurtoeslag. Afhankelijk worden van een... Precies, afhankelijk worden van de diensttoeslagen van de Belastingdienst. Want dan komt het in feite op. Ja, die mensen die kunnen eigenlijk geen kant op. Die zijn erg afhankelijk van dat subsidiebedrag wat ze iedere maand krijgen. En daar wordt steeds meer op bezuinigd. Dat knopje gaat nog steeds verder dicht. En de mogelijkheden om zelf te kunnen kiezen, om zelf niet alleen maar afhankelijke huurder te zijn, maar gewoon een bewoner, een klant te kunnen zijn, zelf je eigen keuzes te kunnen maken. Mm-hmm. Die kans wordt steeds kleiner als je toch bijna vast zit aan die huurtoeslag. En dat vind ik ook een groot punt voor de komende jaren. Daarom maak ik me ook wel een beetje zorgen over wat er in het coalitieakkoord staat. Daar staat dat er een vereenvoudiging van de huurtoeslagregeling komt. Nou, vereenvoudiging, dat is bezuiniging, hè? Dat weten we. Het is natuurlijk niet simpeler maken, het is ervoor zorgen dat het minder kost. En waar ze eigenlijk naartoe willen is een voorstel wat wel een aantal charmante kanten heeft, maar ook een aantal hele grote risico's heeft. Dat komt er eigenlijk op neer dat de hoogte van de huurtoeslag die je krijgt minder afhankelijk wordt van de hoogte van de huurprijs die je betaalt. En eigenlijk alleen maar gebaseerd wordt op de hoogte van je inkomen. En voor heel veel mensen zal dat betekenen dat ze gewoon fors minder huurtoeslag krijgen. Tenzij ze de mazzel hebben dat ze inderdaad de corporatie te pakken hebben die gezegd heeft van nee, ik ga mijn huren niet opschroeven. Ik hou ze zo laag mogelijk. Die mensen die zijn er net wat beter af, denk ik. Ja, want waarom is dat eigenlijk zo? Waarom is die huurtoeslag er en zijn de huurprijzen niet gewoon lager voor de mensen die eventueel huurtoeslag nodig zouden moeten hebben? Nou ja, kijk helemaal aan de bodem. Het punt wat Meerte denk ik net al terecht richting mij maakt. Je wilt een minimale kwaliteit op zijn minst kunnen bieden aan iedereen. Mm. En die minimale kwaliteit die is voor veel mensen met een bijstandsinkomen toch al te hoog. Hè? Daar heb je gewoon aanvullend een toeslag bij nodig om een fatsoenlijke woonkwaliteit betaalbaar te maken voor de allerlaagste inkomens. Mm. Ik denk dat we dat altijd wel nodig zullen hebben, zo'n soort van aanvullende toeslag om een minimale kwaliteit betaalbaar te maken. Kijk. In de basis, en dat is een ander onderwerp dan hier, maar het raakt ook wonen, is het gewoon zo dat in Nederland, als je het minimumloon verdient, is dat geen, wat dan in internationale termen, livable wage, leefbaar loon. Want je kan er niet gewoon alles van betalen wat je nodig hebt. Je hebt de zorgtoeslag nodig, je hebt de huurtoeslag nodig, want je kan zelfs voor mensen die werken gewoon niet... Je hebt onvoldoende inkomen om in je levensonderhoud te voorzien. Laat staan mensen die bijstand krijgen. Dus het is een algemeen inkomensprobleem. Wat dan met allerlei ingewikkelde toeslagen en regeltjes en van alles wordt opgelost. Mm. Beter zou het zijn om de inkomens omhoog te doen. Maar ja, het heeft er wel mee te maken. Er zijn geen corporaties die een enorme zak geld hebben. En zeggen, we gaan toch lekker de huren hoog doen. Dus het heeft ook gewoon heel erg te maken gehad met... de kosten die er zijn en de hoge belastingafdracht die er is geweest. Maar het is wel zo dat die afhankelijkheid van de huurtoeslag wordt veel groter. Als je bijvoorbeeld 20 jaar terugkijkt, toen kreeg ongeveer 1 op de 3 huurders had huurtoeslag nodig. 2 op de 3 huurders konden gewoon zelf de huur betalen. Inmiddels heeft 2 op de 3 huurders huurtoeslag nodig. En als je kijkt naar de nieuwe mensen die erbij komen, de nieuwe verhuring, dan heeft 3 op de 4 huurders krijgt huurtoeslag. Dus dat gaat maar steeds maar verder. En binnenkort heeft 75-80% van onze huurders heeft huurtoeslag nodig. En ik zou het mooi gevonden hebben als het kabinet gezegd zou hebben, nou, dat willen wij toch echt weer gaan veranderen. Wij vinden eigenlijk
dat, nou, laat ik zeggen, toch maximaal de helft van de huurders huurtoeslag nodig zou moeten hebben. En dat de andere helft van de huurders gewoon op eigen kracht de huur zou moeten betalen. En waar komt dat door dat percentage zo groot is? Is dat omdat de sociale huurwoning zich alleen nog, of voornamelijk op die allerlaagste, dat allerlaagste inkomen? Ja, het is een combinatie van wat Mette terecht zegt. Van deels is het punt aan de inkomenskant. Mm-hmm. De minimale inkomens zijn gewoon te laag. Dat wordt wel een beetje gecorrigeerd de komende jaren. Ja. Maar het is allemaal mondjesmaat. En eigenlijk zou dat inkomensgebouw allemaal wat hoger moeten zijn. Minimumloon, bijstand, indexering van de AOW, et cetera. Maar aan de andere kant zie je ook gewoon dat de kosten voor corporaties veel te hoog zijn geworden. Waardoor de huren ook gewoon te hoog zijn geworden. Ja. Nu hebben we het nu alleen maar over de sociale huursector. Als je kijkt naar de vrije huursector, ja, daar is de huurverhoging nog veel erger. En daar worden mensen ook vaak onevenredig gepakt. Met name als je kijkt naar de inkomensafhankelijke huurverhoging. Weet je, daar hebben wij ook zoiets van, joh, schaf dat af. Want je pakt de grote groep huurders, eigenlijk oneerlijk, die krijgen nu dus bijna jaarlijks een huurverhoging van 50 tot 100 euro. Een corporatie mag 50 of 100 euro de huurverhoging. Ja, dan kom je op een gegeven moment uit op een huur van 1000 euro, terwijl je in een sociale huurwoning zit. Ja. Dus dat is ook vaak... Ja, dat gaat vaak gewoon te ver. Het plafond reeds bereikt. Mag ik jullie alle drie heel erg bedanken voor jullie komst. We zijn aan het einde van deze avond gekomen. We hadden geloof ik nog een uur zo door kunnen praten. Maar gelukkig is er nog een doordenkavond op 21 februari. En dan gaan we het hebben over corporaties en andere vormen van ontwikkeling, eigendom en beheer. Mag ik jullie kijkers ook allemaal heel erg bedanken en de mensen hier in de zaal. Ontzettend fijn om weer onder de mensen te zijn en ik denk dat dat voor jullie ook zo geldt. Mijn naam is Hasna El-Maroudi en graag tot de volgende keer.